Weet je wat het is? Dat ik hier 2 weken onafgebroken in een of ander raar blauw tentje moet slapen. Op een lek luchtberre. Dat vind ik helemaal het ergste nog niet. En dat ik hele dagen word lekker stoken door complete kuddes muggen. Dat vind ik helemaal het ergste nog niet. Maar... dat het dichtstbijzijnde toiletgebouwtje hier op zo'n beetje een kilometer afstand van mijn tent is. Daar word ik knettergek van. Elke keer dat ik met pissen en elke keer dat ik met drieten, dan moet ik een kilometer lopen. Dan kom ik langs maar 200 tenten en caravans. En voor al die 200 tenten en caravans zit mensen naar mij te kieken met mijn toiletrolletje. En al die mensen zei denken en zeggen, hier loopt een manneke met een petje en een brilletje ook weer. Ik moet dat weer drieten, ik moet dat weer drieten. Ja, ik moet dat weer drieten. Zo was ik weer. Ja, is niet best met een meneer. Oh, ja, poeh. Schaap doe kapot. Afijn. Uiteindelijk kom je dan toch aan bij dat toiletgebouwtje. Je gaat er naar binnen. Je gaat door zitten. Bliksen door van die flinterdunne triplex wandjes te hebben, weet je wel? Van die wandjes waar ook geluid dwars doorheen is. Maar weet je, gewoon toch zitten niet door te boksen op de enkels. Je wilt net gewoon aanspannen. Wat gebeurt er dan in één keer? Komt er iemand naar zo zitten? Nou, ik weet niet of bij jullie zit in zo'n geval. Maar bij mij komt er nog in de sputen binnen moeten. Dan blokkeer ik volledig. Dus wat doe je dan? Ik tenminste wel. Ik ga zitten wachten tot mijn buurman neus me weer voortgeeft. Maar gisteren achter de ene neus me zitten en dacht ik kennelijk precies zo over. Op de podden zijn. Oh. Ik kom aan u. Maar niet drie.